hele tafel neemt hij met voorhand. Vast op die backhand. Hier zien we dat Wang doen. Vraag die opdoemt van wat kan hij ermee, want het recept staat vast. Dan gaan we weer naar die voorhand. Goed, confrontatie van twee verschillende stijlen, altijd interessant. Raakt er een beetje uit. Ja, het is bijna niet meer te doen. En veel fysiek geweld. Kijk, spreiding, prachtig. Hup, kort. Dan weer op die backhand. Precies. Veren naar die backhand. Je kunt wel in die backhand spelen bij die penhouders, maar dan moet je zelf. Dan gaan ze eromheen. Wat Wang hier doet, hij blijft nu even in die backhand. Ryu. Dat is wel leuk om zo'n partij eens een keer. Nou, weer vastgezet en dan die bal naar de voorhand. Vier keer meegespeeld met Wang. Maar je kunt er dan op wachten tot je afgeschoten wordt om die voorhandspin in stelling te brengen. Dus hier. Ach. Je favoriete stek daar. Slimme. Een goede speler, een goede coach zijn, Jan. Dat is dan de vraag. Een goed paar zijn. In Nederland. En hetzelfde geldt natuurlijk voor het tafeltennis gebeuren. Het is natuurlijk wel zo. Enorme voorsprong heb in kennis en ervaring. En daar kan geen studieboek tegenop. En vaak duurt een tafeltenniscarrière van jeugd tot en met senioren toch. Als je dan nog de ambitie hebt om weer die trainingszaal in te duiken voor 5-6 trainingsuren per dag, maar dan met je pupillen. Maar dit vraagt heel wat trainingsuren per dag. Van vroeger nu op de coachstoel ziet en die een dus langzaam gaat vervangen. En om te zeggen dat nu allemaal zo fantastisch gaat. Maximale inspanning leveren, maar Koreaan komt er overheen. Ajajajajaj. Jammer. Denken. Jop, randje van de tafel, maar met name deze bal dan rechtdoor spelen, dat is lastig. Nou, dan krijgen we hem weer. Toch weer 6. 8. Oei. Ja, dat is toch het voordeel van voortdurend Chinezen in die halve finale, dat je die Chinezen redelijk vloeiend, hè? Ja. Prachtige rally dit. Vasthouden op de backhand. Ja, komt hij niet meer onder de druk uit. Nu zet hij hem vast. Zie je tegenstander de hele tijd maar met die voorhand. En dan kwam die backhand. Hier nog meer druk met die backhand. 4-1 voor Wang. Tempo gaat wat omhoog, lijkt het, in de rally. Met gemengde gevoelens naar die Ryu kijken, hoor. Want ik schakel er een van kans. In de eerste ronde half Walter en Bai, dus dat was niet best. Het is lang geleden dat Walter de open zweet tegen de Chinezen. 8-3. De weerslag gaat op de publieke belangstelling hier. Ja, achtste finale.
Wederom rouw voor het Zweedse publiek. 4-2 winst op Håkansson. Die Zweedse generatie, maar ik heb zo mijn twijfels of dat gaat lukken met mannen als Håkansson. Absoluut naar mij toe. Goed terecht doorgespeeld en de druk. De lengte van de service van Rio gaan letten. Half lange service. Neemt hij het initiatief? De druk opvoeren. 11, en één ding is zeker. Die mensen die spreken geen onzin. Nee, dat je echt het gevoel had van, nou, wat doet die coach daar nou eigenlijk? Wie coacht wie? Ja. Het is niet alleen, het is niet meer zo in China dat dat ontzag voorbij. Prachtig gespeeld. Dat wil niet zeggen dat de knuppel in China over mee te praten. Discussiëren met elkaar. Daar komt die voorhand. In deze fase gaan uitkijken. Dit brengt hem niet veel. Wordt er gek van. Want hij blijft gewoon op die racket. Plaatste hij die bal zelf naar die voorhand. Ja. En dan ging hij nog een keer rechtdoor. Ja. Ja. Die hier even liet zien waarom hij de nummer 1 is. Kijk deze. Ryu wordt in de situatie gedrongen dat hij met die zwakkere backhand steeds meer moet gaan doen. Zo nu onder die elleboog eens een keer doorgooid wat hij zo pas van plan was. Dan moet hij alweer galopperen. Nou, dit kennen we. En dat is geen prettig gevoel voor een penhouder speler. Beetje respect. Ook niet zo gek. Het was heel mooi wat we zo pas zagen met die geforceerde backhands. Door moet spelen. Hij laat nu even de Koreaan in zijn sop gaar koken. Nou, dit was die bal rechtdoor, Jan. Met de service van greep afschaffen. Dat maar zo voel je dat wel, joh. Ja, zeker. Het is clean op te lossen. Maar dat is Wang. Dat is de derde servicefout van Wang. Boef. Ja, dit. Kwestie is waar moet ik serveren? Hoe moet ik serveren? Kort terug. Ja, maar kijk. Van plan is. Weer. Gelijk eromheen. Niet meer wachten. En hemelstergend. Maar daar gaat hij weer. Ja, dit is. Hoeft helemaal niks te zeggen, joh. Mag ook niks meer zeggen van de scheidsrechter. We zien de wedstrijd tussen de nummer 1 van de wereld, Wang Dijing. En de Koreaan. Oh, nee. Ik wilde zeggen Oh Sang uit, maar het is natuurlijk. Van 2-0 achter naar 2-2. Kun je maar beter direct doorstomen. Kijk eens. Zo, ongelukte return. Direct daarna een passieve return. Eén bal te lang zou ik zeggen. Het recept voor Ryu. Ja, Jan, dan hebben we die ballen groter. Point voor de Koreaan. Goeie return. De tweede voor hem. Setpoint andersom. Ja, nou. Uitermate mobiele pols. Oeh. Alleen dan moet hij nog wel even dit punt zien te maken. 12-12. Weer losgebarsten. Jammer voor die time-out. Net niet gelijk. Jongen. Kijk, kort. Nou moet lang gewacht, te lang gewacht. Nou, ze houdt hem vast op die bekken. Ja, dat kan nu nog jaren doorspelen. Backspin. Ja,
kort. Oh, hij denkt nou... Die... De eerste punten zullen doorslaggevend zijn. Ja, hij moet die service goed kort houden. Hij moet die voorhand in stelling brengen zoals hier. Dat gaan we nu krijgen. Hij weet ook hoe Wang daarop zal anticiperen. Zijn er niet. Voorhandspin van Wang Lichin in deze partij. Nog nauwelijks in het gat geblokt nog. Nou, daar gaan we weer. Nou, dat, echt, dat kan hij nog een half jaar volhouden. Ah! Oh, die gaat lopen voor die voorhand. En dan begint Wang die bal weer te plaatsen. Ja. Nogmaals. Een wegvoorsprong. Van Wang Lichin eens een keer doorbroken zou worden. Eens kijken. Daar zien we dan de power en het voetenwerk van Wang Lichin. Mooiste rally. Nou. Mooiste rally. Maar hij komt er niet onderuit. Hij komt er niet onderuit. Hou maar vast in die backhand. Prachtig, prachtig. Ja, hopelijk van te worden voor de Koreaan. Die maar graag met die voorhand zou willen spelen. Maar je weet nog. Koek die links en rechts geraakt is. Langzaam gesloopt. Oh. Mooi punt, Ryu Seung-min. Daar kan hij wel respect voor hebben. 8-6. Van Wang, maar daarvoor is de service iets te geraffineerd. Beslissend. Ja, doorslaggevend. Die schrijft hier de open zweefde titel op zijn naam door in de finale met 4-2 te